Thibaut de Grosso, allereerst complimenten over je schoeisel. Ja, dankjewel. Ja. Ja, ik vond het zelf wel leuk. Mooi wit dus, ja. Hey, de eerste wereldtitel is binnen. Hoeveel waarde hecht jij aan deze trui en deze medaille? Ja, nou ja, toch wel veel. Het is een leuke discipline, denk ik, als team. En een mooie teamprestatie. Maar ja, echt wereldkampioen voel je, denk ik, niet helemaal na zo'n teamrelay. Maar nou ja, ben blij om te kunnen winnen. En superleuk om zo succesvol af te sluiten. Wat is dit nu voor andere wedstrijd dan al jullie andere wedstrijden? Want je rijdt maar één rondje vol, neem ik aan. Hoe bereid je je daarvoor? Ja, wel redelijk hetzelfde als altijd wel. Ja, ja, met de cross gaat het ook hard vanaf de start. Alleen nu ja, was het maar één rondje. En ik moet zeggen dat ik het wel onderschat had hoe zwaar het was, dat ene rondje all out. Het was ja, vies pittig. We hebben natuurlijk jouw preview op het parcours gezien. Vandaag is een dag later. Waren er grote verschillen in vergelijking met gisteren? Ja, ik denk het wel. Ja, je merkt echt wel dat er meer mensen overheen rijden. En er komt wat meer een paadje en het gras wordt wat weggereden. Dus zeker voor de VIP-tent wordt het echt wel gladder. Dus ja, ik weet niet hoe dat zo meteen na de verkenning gaat zijn. Maar ik verwacht dat het alleen maar gladder wordt naarmate het weekend vordert. En er komt er ook nog een beetje regen bij, verwachten ze hier. Ah, oké. Ja, dat heb ik nog niet gehoord. Maar dat, ja, ik denk dat het wel iets technischer maakt. Dus dat op zich wel goed is. Want gisteren lag alles nog super droog. En dan kon je eigenlijk overal ja, trappend doorheen. Dus ik denk dat wel goed is dat het iets gladder wordt. Tot slot, wat hebben jouw benen verteld vandaag richting morgen? Poh, nou, ik hoop wel morgen wel iets betere benen te hebben, maar ja, in ieder geval dat het goed zwaar is dit rondje. Dankjewel Tibor, succes morgen. Top.